Ja, op mijn eigen partij natuurlijk. Want ja, als je lijsttrekker bent van Burgerbelang Moerdijk, dan ga je niet op een andere partij stemmen. De VVD. Partij van de Arbeid gestemd. Ik denk dat ik voor een plaatselijke partij ga stemmen. Ik heb op onafhankelijk Moerdijk gestemd. Ik stem natuurlijk op het CDA. Ja, ik heb op het CDA gestemd. En wel op nummer 1 van de lijst van het CDA. Ik heb op het CDA gestemd. Op Jaap Kampen. Dus niet dat hij toevallig daar twee koppen verder zit. Ik heb alles bij me. Ja, dankjewel. Ik allemaal, dan kan ik hem er nooit in doen. Dat is nog een oude. Dit is een nieuwe. Dat is een nieuwe. Nou, heb je hem? Ja, zeker. Dan is het heel goed. Jullie hebben hem? Ik heb hem ook. Allebei van de. Waar zijn al die stembureaus hier in de buurt? Nog steeds. Op wie gaat u stemmen vandaag? Nou, ik stem op de ChristenUnie. Persoonlijk. Dus. Om mijn zoon. Partij van de Arbeid. De PvdA natuurlijk. Ik heb niet op mezelf gestemd, maar op Kees die het mooie lied heeft gemaakt van de Partij van de Arbeid. En ik heb natuurlijk op nummer 1 van de lijst van de Partij van de Arbeid gestemd. Hè. Dus dat is deze mevrouw die hiernaast me staat. Dat mag je vragen, maar dat hou ik ook graag voor mezelf. Om verschillende redenen. Ik vind als burgemeester dat je niet te veel moet koketteren met de partijen waar je toevallig lid van bent. We worden verondersteld een beetje boven de politiek te staan, dus dan moet je vooral niet gaan roepen allemaal. Dus ik doe ook niet aan reclame voor de een of de andere partij. Alle partijen zijn me even lief. Ik hoop alleen dat mensen komen om te stemmen. Wat spontaan. Ja.